Nederland staat op de vierde plek als het om de prestaties in de afgelopen wereldkampioenschap voetballen gaat. Dat blijkt uit onderzoek van de bewegingswetenschappers van de universiteit en het UMCG. De wetenschappers onderzochten welk land het meest effectief en succesvol voetbalde op de afgelopen 5 WK's. Dit deden ze door bijna 300 wedstrijden te analyseren van de huidige WK-deelnemers. Wat we hebben gedaan in dit onderzoek is analyses gemaakt van de afgelopen 5 WK's. Dus de teams die het komende WK actief zijn, daarvan hebben we de wedstrijden van de afgelopen 5 WK's geanalyseerd op een hele systematische, uitgebreide manier. Op nummer 1 stond Brazilië, zoals gezegd. Tweede is Frankrijk geworden. Derde Duitsland, vierde dan Nederland en de vijfde moet ik een slag om de arm houden, maar ik dacht Portugal. Er zijn eigenlijk 2 manieren om hoog te komen in die ranglijst. In eerste instantie goed voetballen tijdens de wedstrijd. Want wat we hier dus hebben gedaan zijn alle acties tijdens de wedstrijd scoren. Dus dat zijn echt voetballende acties. En zoals wij als Nederland ook helaas weten, heeft dat niet altijd direct invloed op het winnen of verliezen van wedstrijden. Want dat is namelijk het andere wat we mee hebben genomen. Dus echt hoe goed presteer je op een WK. En dan in de zin van hoeveel wedstrijden win je en hoeveel doelpunten maak je ten opzichte van de doelpunten die je tegenkrijgt. Wat je bijvoorbeeld voor Nederland ziet is dat ze in de wedstrijd heel goed voetballen. Maar eigenlijk op de ranglijsten van de uitkomst iets minder scoren. Dus eigenlijk kun je zeggen dat ze nalaten om wedstrijden te winnen gezien hoe goed ze voetballen in de wedstrijd. In totaal zijn meer dan 50 studenten bezig geweest om statistieken te verzamelen van alle handelingen met de bal in die wedstrijden. Een wedstrijd als deze, dit is een dubbele wedstrijd, aangezien Nederland en die voorkust allebei naar het WK gaan, waren we ongeveer 5 uur bezig. Wij hebben het geluk gehad om Nederland-Argentinië te analyseren op het WK van 1998. En vooral de laatste paas van Frank de Boer op Dennis Bergkamp, ja, hebben we nog zeker 10 keer teruggekeken. Helaas zonder commentaar van Jack van Gelder, maar alsnog wel een hele mooie wedstrijd. De Boer speelt de bal heel goed naar Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp neemt de bal aan! Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp! Maar nu de belangrijkste vraag. Hoe gaat Nederland het straks doen? Op basis van onze gegevens moet je zeker op Nederland inzetten. Als je die met Denemarken vergelijkt, dan scoren ze eigenlijk... En wat dat betreft lijkt Denemarken wel enigszins op Nederland qua hun positie in de ranglijsten. Op zich voetballen die ook heel aardig, maar niet zo goed als Nederland. En hun prestaties op de WK's waren ook niet zo goed als die van Nederland. Iedere keer weer een WK denken we allemaal dat we wereldkampioen worden. En uiteindelijk wordt het weer net niet. Zeker als we nu Robben nog missen, dan wordt het helemaal penibel. Ja, en wij weten natuurlijk ook een beetje hoe de pools zitten. En als het goed is, komt Nederland in de kwartfinale tegen Brazilië. Ja, en dat wordt lastig.